Hallo kijkers van IMT, vandaag zijn Mark en ik hier met een nieuwe serie, namelijk Tekken Legends. Hi. En we hebben over een klein beginnetje gemaakt. En ik wil hier dus heel dat nog ge-sms'd. Ik moet even op stil zetten, zodat ze op de inhoud die afgaat. Ja, dat is wel een verstandig idee. Ja, zoals je ziet hebben we een klein beginnetje gemaakt. Mark is even aan het minen geweest. Alleen ik was zo slim geweest om inventory te clearen per ongeluk met alle shit erin. En er zit ook een andere food tussen, dus we moeten een beetje opnieuw beginnen. Helaas. Ik heb alles wel even in het pasje. Ja, dat is wel handig. Maar in ieder geval, wat ik nu echt wil gaan maken, deze eerste aflevering eigenlijk al, is hoezo een bedbox. Daar heb ik rubber voor nodig, een rubberen cable. En het enige probleem is, de rubber tree is net hier gespawnd. Alleen ik was slim om alleen saplings mee te nemen. Dus het gaat even duren voordat we dus rubber hebben. Dus we kunnen op zich niet zo heel veel doen, we kunnen alleen een beetje resources halen. Nou, dan ga ik wel even in de mine. Yo, succes. Ik kijk uit, en creepers een boom. Zie je wel een axe van mij? Ja, die heb ik. Kom maar even terug. Auw. Ja, dan ga ik denk ik eerst even iets anders maken. Ik denk dat het handig is. Wat is nodig? Oh ja, ik weet het weer. Is het een lava beneden in jouw mine? Nee. Ik heb het nog niet gevonden in ieder geval. Dat is scheisse. Auw. Dan ga ik eerst iets anders maken. Want ik ga er eerst even zo'n transmission table maken. En daar heb ik namelijk 4 obsidian voor nodig, 4 stone, en diamond en glowstone en redstone. Nou, glowstone op zich is heel moeilijk. Ik zie best wel makkelijk aankomen. Zodat ik een bucket heb. Ido? Ja? Net toen ik naar beneden ging lopen, hoorde ik opeens lava bubbelen in de buurt. Dat is helemaal mooi. Dan maak ik even snel een bucket. En dan kom ik jouw kant uit. Even zoeken. Ja, ik ga wel even zoeken waar het is. Dat zou helemaal mooi zijn. Bucket of water? Hij is wel Ruby. Hoe dat ook heet. Ruby. Het is even voor de duidelijkheid. Mark is een noob in Tekken. En ik weet er best wel heel wat van af. Dus het kan zijn dat je soms echt heel goed de files ziet bij Mark en bij mij. Dat ik dingen laat exploderen. Ik nog nooit met die mods gewerkt heb. Maar ik weet in ieder geval stukken meer dan Mark. Ja. En waar zie ik je trouwens? Hier. Ja, hier. Ja, hier. In lava? Nee, nog niet gevonden. Wat? Zit hier wel ergens? Ik heb mijn geluid ook nog uitstaan. Ja, ik hoor het ja. Beetje naar boven gaat. Volgens mij zit het deze kant. Ik weet niet, ik zie wel. Het is ook lekker donker. Kun je een lampje aan doen? Ja, die heb ik niet, die heb jij. Maar stop zelf met minen. Zit hier recht boven ons. Ik zie marble en vaak bij marble zit een cave. Ja, dat was ik. Oh, wanneer ze... Ja, ik zie lava. Oh, daar helemaal boven. Holy fuck. Nou, dan ga ik wel even nog een stukje naar boven. Die blijft staan je mijn name tag kunt zien. Ja. Heb je het al? Nee. Waar ben je naar boven gegaan dan? Een lekkere pool lava. Wat? Die wel echt in de buurt, ja. Oh, lava gevonden. Ja, ik hoor het. Nee, Mark, dat is ook een netherportal maken zonder een diamond pickaxe. Mark. Oh. En hoe ben je daar gekomen? Moet ik je weer even
halen. Ik snap jouw mindsysteem nooit. Hier naar boven, ja. Achter je. Oh, hier. Kijk, dat bedoel ik. Ik zei toch, jouw mindsysteem snap ik nooit. Ja, ik was gewoon een beetje in het redden. Hey, Iron. Ik was wel op, want hier zit wel lava in de buurt. Ik heb een emmertje water bij hem. Waar zit lava nu dan? Hier rechts zat het net. Dus ik ga even naar rechts hakken. Die zit ook marble. Waar ga ik bij marble zit? Nou. Was deze zinkoor? Ik denk dat je deze kant uit moet. Vonden. Found it! Maar ik bedenk net even één ding. Ik ben een duim vergeten mee te nemen. Duim en pickaxe. Ik kan boven een nether portal maken zonder duim en pickaxe. Zullen we dat doen? Kan. Als het makkelijk is. Dan heb ik wel wat meer buckets nodig. Ik maak wel even een makkelijke... doorgang. Ja. Ja, dat denk ik wel even aangeraden, ja. Ik ken mijn richtingsgevoel in mines altijd. Ik kom altijd de verkeerde kant uit. Hi. Wees kom jij er zo voorbij. Hallalala. Ja, ik heb helemaal... twee buckets erbij. En dan ga ik daarna even duplicaten, denk ik. Oh, ik krijg damage omdat ik geen eten meer heb. En ik hoor iets achter me grommen en splitten. Au, waar? Daar. Ik ben dood. Pin. Mark? Ja? Denk maar net even één ding. Wat is? Ik heb geen voedsel. Het is nacht. En het is ongedierte. Het zijn twee dingen die niet echt heel goed samengaan. Nee. Oh, ik heb amethyst gevonden. Amethyst? Ja. Goeie naam, hè? Ja. Kijk jongens, zo maak ik dus een nether portal als je dus geen diamond pickaxe hebt. Echt zo simpel. Alleen je moet eventjes nadenken. Het is echt zo'n hele domme manier. Maar in Tekken is het echt ideaal om nu al heel veel EMC binnen te kunnen halen. Als je dadelijk diamonds wilt duplicaten. Maar ja, omdat we nog geen rubber hebben, kunnen we op zich niet heel veel doen. Dus is dit eventjes een leukere manier om toch een beetje bezigheid te hebben. Waar zit die ingang ook eens weer? Die moet niet moeilijk te vinden zijn. Ik heb hem al. Nee, maar net even één ding. Heb jij buckets vergeten mee te nemen? En ik heb de hik. Ook nog. Nou, het komt allemaal wel weer positief hoor. Ja, echt hè? Nou, Rick is er ook van me ook alweer weg. Ik hoor een kleine kleuter grommen. Oh, dat is een baby zombie. Ja, ik noem een klein kleutertje. Kijk dat ik ook maar eens even naar boven ga. Kijk wat ik aan het doen ben. Oh. Dat werkt te zien dus niet meer. Ik heb namelijk bijna weer een nieuwe pickaxe nodig. Sinds dat deze bijna kapot is. Ik heb nog een pickaxe. Ja, maar voor de zekerheid. Je weet maar nooit. Oh jezus, spinnenalarm. Dood. Dood, ja. Zal ik even de boel hier een beetje gaan verlichten? Dat vind ik een uitstekelbaars idee. Dus ik ga één iron even bewaren. Mark. Hoi. Eén iron moeten we sowieso even bewaren. Voor de veiligheid. Die kunnen we aan duplicaten. Ik heb even een table stoppen en jij in je table zometeen. Ja, ik heb nog wel ijzer. Oh. Ja, doe maar eventjes niet smelten. Want ik wacht bij de volgende aflevering ga ik een macerator bouwen. Stroom en redstone en al die shit.
mensen iets meer kunnen. Iets meer resources hebben. Dus eigenlijk is even een case bouwen. Voor een nether portal. Zou je even op zoek kunnen gaan naar Vint? Oh wacht, we hebben flint en steel nodig. Is ook één iron. Nou, je kunt even zeggen om de inkt te smelten met sticks of zo. Met een blokje hout. Iets wat je even kunt doen. Of ik ga voor gravel-jacht. Ja, daar zit hij in de cave. Ah, creeper in de ingang van de mine. Het geluk treft me vandaag wel, zeg. Kug. Not. Ik join, ik meteen opgevreten door een spin, zo ongeveer. Oh, ik verdien nu al iedere achievement, joh. Ja, ik heb altijd achievements al 17 gehaald. Hey, zombie. Oh god, creeper. Mark, dat was boom. Ja. Even zo. Oh, ik heb een aardappel van een zombie gekregen. Heul. Nou, zo. Die ga ik even gelijk planten, joh. Oh my god. Het is geen va. Het. Ben. Are you kidding me? Volgens mij moeten we jou weer een nieuwe sticker geven. Ja, echt hè? En een glitterpen. Weet je wel, sticker van Pink Fluff Unicorn? Wat? Oh! Godverdomme. Maar ik weet niet, ik ken je naar beneden gedonderd, echt dat je het weet. Ja, en ik ben ik word aangevallen door... Oh! Door een witch. Ja, dus je spant elke één witch, elke nacht. En maar ik heb er wel dankzij... Ja... Heb je glowstone? Eén. Ja, Cluster Dust. Mooi, ik had 4 nodig. Wij zijn gewoon echt skeer om onze diamonds te gebruiken eigenlijk. Ja, en ik heb iets eetbaars nodig, anders ga ik een beetje dood. Ja, je kunt gewoon eens goed suicide plegen, net zoals mij. Op ongeluk hier naar... Beneden kakken. Volgens mij zijn al mijn spullen weg. Stop. Ja, serieus, ik had nog maar een half hartje. Mark? Een aantal van mijn resources zijn een beetje burnt. Waaronder andere 1 bucket en 1 diamond. Hey Skelly! Kun ik hem naar beneden gezet? Dat is kut. Auw! Er zit een skeleton. Kijk, daar schieten! Ja. Hoe krijg je het toch even voor elkaar? Jongens, ik ga je weer dit even afsluiten. Het zit ook echt heel erg mooi mee. Ik zeg bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Doeg.